Hey kijkers van mijn kanaal, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van FIFA Carrière met Arsenal. In de vorige wedstrijd hebben wij natuurlijk met 0-5 gewonnen van West Ham United uit. Ik ben heel blij met die overwinning. Ik hoop dat we dat ook tegen Southampton kunnen doen. Want Southampton heeft thuis verloren tegen Chelsea met 0-3. Dus er is een kans. En wie is onze topscorer eigenlijk? Dat is natuurlijk Alexis Sanchez op de vierde plaats van topscorers. Even kijken wat ik nog met mijn opstelling ga doen. Ik vind het eigenlijk wel goed. Zo'n spelers zijn wel aardig moe. Ik denk dat Sanchez wel nodig hebben. Sanchez gaat in de spits. Normaal. En ja, ik vind het zo wel goed. Ik zie jullie zo meteen weer bij het eerste hoogtepunt van deze wedstrijd. Tot zo. Diaby gaat naar binnen. Diaby schiet. En hij zit. Die keel die kan goed schieten, dat moet ik echt toegeven. Hij kan schieten. En daardoor zet ik hem er altijd in. Een centraal verdedigende middenvelder met kracht is goed. En dan ook nog zo goed kunnen schieten. Dat is gewoon goud waard voor een team, vind ik. Geweldig gedaan van Diaby. Sanchez. Sanchez. Heerlijk doelpunt. Gewoon echt een... Ja, niet zo'n heel moeilijk doelpunt. Een assist van Diaby. Hij is belangrijk in deze wedstrijd. En Sanchez die scoort weer voor Arsenal. Echt gewoon twee spelers die goud zijn voor ons. Zijn er twee. Echt waar. Zij zeggen helemaal hier ben ik weer. En ik kan denk ik eindelijk zeggen dat het goed gaat met de club. We staan 0-2 voor uit in een uitwedstrijd daar. Nou, ik denk dat het echt goed gaat met de club. Spelen heel goed vind ik. Southampton speelt niet goed vind ik. Niet geweldig tenminste. En wij spelen heel goed. Ik heb echt niks om op aan te merken. Gewoon zo door blijven gaan. Dames en heren. Dames en heren, we hebben geen dames in het voetbalteam. We hebben een technische staf, denk ik. ik zie jullie zo meteen weer bij het volgende hoogtepunt van deze wedstrijd. Tot zo. Hey dames en heren, hier ben ik weer. En we hebben met 0-2 gewonnen. Tweede helft niet veel gebeurd, vind ik. Ik vind wel dat we een tikkie, echt een tikkie slecht speelden in de tweede helft. Maar dat kan gebeuren natuurlijk. Spelers zijn ook moe. Fuck jou, sick hier. Echt van, ja, dan ben je zeker Sanchez. En we gaan voor onze nieuwe aankoop waar ik het vorige aflevering over had. Oké, we gaan nu naar hem toe. En dat is Sergio Aguero. Oké, even, ik moet even aan worden komen weer. Oh, ik heb al een bot gedaan op hem. Oké, ik wil graag antwoord dan. Snel. Oké, de volgende wedstrijd is volgens mij een FA Cup wedstrijd of Capital One Cup. Ik weet het niet. Ik heb niet zo goed gekeken, maar het zegt inmiddels... Hou je bek. Laat me hem hebben. Kutsel, moet ik een nieuwe spits even denken hoor. Wie gaan we nemen als spits? Laten we kijken in de... In de Bundesliga. Of daar nog een leuk spits loopt. Aanval. Oké, kijken. Dat zijn niet echt leuke spits. Zijn een beetje slecht. Ze kon echt één... Oké, dit zijn hele goede spits, vind ik. Even denken hoor, we moeten dan even met onze gedachten doen. Goede spits nog. Die niet al te duur is. Ja, Aguero, die had echt bij het team... Shit man, dit is echt moeilijk om te bedenken. Ik denk dat ik even door ga spoelen. Dan even erbij denken, want... Ik denk dat dit ook kut is voor jullie eigenlijk. Oké, Cazorla gaat niet weg, hè? Cazorla gaat niet weg. Nee. Cazorla is goed. Oké, ik moet even denken weer, hoor. Nu moet ik echt even normaal kunnen denken. Rustig. Goeie spits, maar wie? Hij heeft heel veel goede spits. Ik weet niet welke ik wil. Ik denk, zou Guts in de spits kunnen? Hij is geen echt spits. En daar hadden we al last van. Dus ik weet niet, maar Guts kan wel hoog worden hoor. Ik weet niet of Guts op spits kan. Ik denk dat ik zo meteen bij jullie terug ben, dames en heren. Als ik de spits heb bedacht. Dus tot zo. Hey dames en heren, hier ben ik weer. En ik heb bedacht wie ik wil. Ik denk dat hij wel bij het team gaat passen en zijn naam is Robert Lewandowski.
Zijn spits die een echte afmaker is. Ik denk hij is niet al sterk en zo, maar ook wel weer wel. Dus dat, ik denk dat hij er wel bij past. Ik ga gewoon proberen hem te kopen. Oh shit, onlangs van Dortmund, kut. We gaan voor 50 miljoen. We gaan echt groot bedrag dus inzetten voor hem. Ik wil hem echt hebben eigenlijk. We hebben echt een spits nodig, denk ik. Ik ben heel benieuwd of ze het gaan accepteren. Want hij is net van Dortmund overkomen, zeggen ze. Nou, dat is niks van waar, vind ik. Dat is een aanbieding voor Wojciech of zo. Oh, dat is Chesney. Nee, ik denk dat ik Chesney wil houden, ja. Hij doet het goed. En hij is pas 24, dus... Nee, hij blijft. Ja. Is een goede keeper. Oké, we hebben een bericht. Gaat dat? Dat zijn aanbiedingen. Nee, Chesney gaat niet weg, Napoli. Nope. En voor Cazorla, die gaat ook niet weg. Ik ben gewoon... Die spelers heb ik gewoon echt nodig. Vind ik. Oké. Krijgen we nog een bericht terug van ze? Van Bayern München. Nee, nog steeds niet. Weer Chesney van Barcelona. Nope, nope, nope. Wat begrijpen ze daar niet aan? Oké, hebben we nou eindelijk een bericht van ze? Want op staat 78 miljoen? Wauw, gekke mensen, jongen. Dat doe ik. Ik doe er misschien wel spelen bij. Ik doe... Wie zal ik erbij doen? Podolski doe ik erbij. Nee, die is natuurlijk niet genoeg. Rosicky misschien? Denk ik niet. Ik heb 55 miljoen, dat is alles wat ik heb. Dus ik hoop voor ze dat ze het leuk vinden, of niet? Boeien me niet. Oké, we gaan tegen Middlesbrough of zo. Ik hoop dat we dat gaan winnen. Ik denk het wel. Derde ronde van de FA Cup. Tot zo, dames en heren. Oké, Sanchez komt er makkelijk doorheen. Sanchez, ja, dat kan die wel, hè? Afmaken. Dat kan die wel. Misschien moet hij wel op de spitspositie blijven, maar ik vind hem echt gewoon rechtsbuiten beter, denk ik. Maar hij kan het wel. Hij kan scoren en dat laat hij zien. Laat hij heel erg zien. Oké, ik vind dat we op zich... We spelen niet geweldig, maar we spelen ook niet slecht, vind ik. We hebben best wel wat kansen laten liggen op zich. Middlesbrough, of zo, hoe je het ook noemt, ze zijn niet goed. Ze zijn echt niet goed, gewoon. En wij, ja, wij spelen ook niet zoals we normaal hard spelen, maar we hebben wel 0-1, dus daar ben ik wel blij mee. Maar ja, ik hoop dat er nog wat gaat gebeuren in ons voordeel. Dus ja, tot zo. Ja, net niet. Gewoon nee, dat net niet. Özil. Özil. Uit de draai. Özil, holy shit. Ze houden vast, maar Özil. Die weet wel hoe die daarmee moet omgaan met vasthouden. Wat deed hij nou bij zijn gezicht? Iets heel vaags. Maar hij scoort en hij staat heel blij mee zo te zien. Ik ben er ook heel blij mee. Helemaal, hier ben ik weer. En we hebben 0-2 gewonnen. Ja, het is gewoon hetzelfde verhaal als de vorige keer. De tweede helft ging best wel slecht, vind ik. Maar we hebben wel de 0 gehouden weer. Daar ben ik heel blij mee. En ik ga gewoon verder zoeken naar een nieuwe spits. En ik heb er weer eentje gedacht. Iemand die het niet goed doet bij de club waar hij nu is. Ik weet niet of ze hem daar al hebben gedaan. Balotelli. Ik denk, ik vind hem een goede speler. Ik vind hem echt een prima speler. Hij speelt. Ja, hier, kijk. Ik wil hem wel. Hij heeft 87 kracht en zo. Misschien wel lekker, zo'n spits. Ik ga voor 30 miljoen. Ik denk dat dat best veel is. Maar ja, Balotelli, hij is 24 en goed, vind ik. Dus ik ga het gewoon wagen. Oké, we gaan even doorgaan met simuleren tot de volgende wedstrijd. Die ga ik niet spelen, helaas nog. Gaan we de volgende aflevering doen. Ik weet niet tegen wie het is. Maar ja, we doen het keigoed, vind ik. Het gaat heel goed met de ploeg. Dat is echt na een lange tijd dat ik dat kan zeggen. Weer voor Chesney. Nee, jullie hebben toch de Gea Dombo. Misschien als wiskeeper. Nou, dat doe ik hem niet aan. Walcott. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Wat ik bedoel, als we een nieuwe spits gaan krijgen. Ja, Walcott's positie gaat dan wel weg, denk ik. Dus nee. Nee, Walcott is een goede wisselspeler, denk ik ook. Gewoon lekker om in de wissel te doen. En als er wat gebeurt met Sanchez of zo, hebben we Walcott. Oké, tot zwembad. Onacceptabel. Oké, nou, dan doe ik het niet. Ik ben er klaar mee met hem. Sevilla wilt hem. Nee, ook niet. Chesney is een goede keeper, vind ik. Beetje lager. Pot ook. Beetje lager. Bieden, bodden. Weet ik het hoe je dat moet.
Ze onlangs totaal 34,5 miljoen. Dat heb ik wel voor Balotelli over. Ik bedoel, 32 miljoen. Kijk of ze dat ook goed vinden. Een beetje onderhandelen, jongens. Dat moet wel. Want ik bedoel, 2 miljoen heeft een verschil. Heeft echt een verschil, geloof me uiteindelijk. En we moeten tegen Manchester City als volgende wedstrijd. Oké, dat is ver aanbieden voor Walcott. Nee, Walcott gaat niet. City, heb ik al gezegd. Lazaro. Oké, volgende wedstrijd City. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Zo ja, beloon hem dan alsjeblieft met een blauw duimpje en klik op abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer tegen City. En misschien met een nieuwe spits. Dus tot dan.